Vorig jaar in Irak sprak ik met veel broers en zussen. Christenen die al hun hele leven in Irak wonen en ontzettend veel hebben meegemaakt. Zeer vriendelijke mensen met regelmatig een brede glimlach op hun gezicht. Toch gaat achter die lach veel leed en zorg schuil. Het verhaal van Dalia dat ik onlangs hoorde laat mij een beetje achter die lach kijken. Dalia, een dapper mens vind ik haar. Ze heeft al heel wat jaren oorlog meegemaakt. En ook al woont ze al een paar jaar met haar gezin in een rustige stad, toch zegt ze, onze koffers staan klaar, dat als we moeten vluchten, we direct weg kunnen. Bizar toch? Maar het mooiste aan haar vind ik, is dat zij zich inzet voor vrouwen in haar stad. Ze leidt bijbelstudies via haar kerk. Ze laat haar hoofd niet hangen. Opgewekt, met een lach, is ze een bemoediging voor de vele vrouwen in haar omgeving. Bid je vandaag met me mee voor Dalia.